Welkom, mijn naam is Henny Blomme. Ik ben postdoctoraal onderzoeker hier aan het HIB. En vandaag geef ik een inleidende les over empirisme en rationalisme. De structuur van de les is als volgt. We zullen eerst uh, het hebben over de etymologie en de geschiedenis van het begrippenpaar, rationalisme en empirisme. Dan zal ik het hebben over de principes van het rationalisme. Daarna gaan we uiteraard de principes ook van het empirisme bespreken. Dan zal ik een aantal voorbeelden geven van theorieën over kennisverwerving. En dus een theorie die in feite het prototype is van het rationalisme en een theorie die als prototype van het empirisme kan worden gezien. Ter afsluiting zal ik dan nog enkele opmerkingen geven over het onderscheid en het belang daarvan binnen het hedendaagse denken. Dus we beginnen eerst met de etymologie en de geschiedenis van het begrip een paar empirisme-rationalisme. Etymologie, dat wil zeggen, uh, dat uiterop dat we zoeken naar de oorsprong van een begrip. En dus we gaan kijken wanneer zijn deze begrippen eigenlijk ontstaan. Je ziet daar een oude Griek en het is inderdaad daar dat we moeten beginnen als we op zoek gaan naar de oorsprong van de begrippen empirisme en rationalisme. Bij de oude Grieken werd er een onderscheid gemaakt tussen empirische geneeskunde en rationele geneeskunde. De empirische geneeskunde bij de Grieken was gebaseerd op de ervaring van de individuele arts. Dat wil zeggen dat een arts in feite uh, niet, in principe niet overlegde met andere mensen, maar gewoon zijn eigen praktijk had. En op basis van de uh, handelingen die hij al had gesteld, uh, kon hij conclusies trekken voor volgende handelingen, wat had gewerkt, wat had niet gewerkt. En op die manier werd er uh, aan geneeskunde gedaan. Dus dat was één type van geneeskunde bij de Grieken. Uh, dan had je iemand anders uh, Hippocrates, die nog steeds bekend is door de eed van Hippocrates, die de artsen vandaag nog moeten zweren um, als ze afstuderen. En die was eigenlijk bij de Grieken, uh, die stond voor een ander model van geneeskunde. Dus die zag geneeskunde uh, als een bedrijvigheid die gedeeld werd door een aantal mensen. Dus een, de artsen deelden in feite de kennis uh, van de geneeskunde. En brachten elkaar ertoe om vooruitgang te boeken. En dat stond bekend als de rationele geneeskunde. Nu, uh, je ziet daar uh, een heel dik boek. Dat is de Franse encyclopedie. Uh, dat is een heel bekend werk. Uh, de initiatiefnemers daarvan waren Diderot en D'Alembert. En dus zelfs in die Franse encyclopedie die natuurlijk veel later pas geschreven is, eh, wordt de tegenstelling tussen empirische eh, geneeskunde en eh, rationele geneeskunde nog gemaakt, eh, in die zin dat empirisme en rationalisme zijn nog geen filosofische stromingen zijn. Dus empirische geneeskunde wordt, er, wordt in de encyclopedie wordt afgezet tegenover experience générale algemene ervaring. Um, wat is nu Experience Generale? Wel, um, dat duidt erop dat eigenlijk, een beetje zoals Hippocrates bij de Grieken, dat er aan theorievorming wordt gedaan. Wat wil dat zeggen, theorievorming? Wel, uh, de artsen die uh, voor het model van de Experience Generale staan, die gaan de ontdekkingen van natuurkundigen, van scheikundigen, van anatomen gaan ze bij elkaar leggen en ze gaan die confronteren met de waarnemingen van de artsen. En dus dat is zonder temporele en geografische beperking. Ze verzamelen getuigenissen van artsen overal ter wereld en ze duiken ook in oude boeken om te kijken welke uh, notities artsen uit vroegere tijden uh, hebben opgeschreven. Ze brengen dat allemaal tezamen, al die informatie, om een medische theorie te kunnen opbouwen. En dus die experience générale uh, kunnen we verbinden, eerder met de... Um, uh, ja, kunnen we verbinden met iets dat uh, tegengesteld was aan empirische geneeskunde. Het is natuurlijk geen rationalisme in strikte zin, maar er is in feite een zekere pretentie van het uh, verstand om uh, in staat te zijn een betere geneeskunde te ontwikkelen. Dan in de 16e eeuw uh, komt het woord rationalist uh, op in Frankrijk. De eerste vermelding van het woord is in 1539. En dat is ook de eerste keer dat het begrip voorkomt als losgemaakt van die puur medische context. Dus het gaat hier effectief over het begrip rationalist zoals wij het kennen. Hoe wordt het begrip daar gedefinieerd? Wel, het is een rationalist, dat is iemand die bij het vergaren van kennis meer belang hecht aan het zuivere denken dan aan de ervaring. En dus dat is inderdaad de eerste strikte definitie van uh, een rationalist. Het begrip rationalisme uh, werd nog niet gebruikt. Dan moeten we het hebben over een heel belangrijk figuur uh, als het gaat om de ontwikkeling van die begrippen empirisme en rationalisme, namelijk Francis Bacon. Dus die leefde van 1561 tot 1626. En vaak wordt Francis Bijken gezien als een empirist. Waarom? Omdat hij eigenlijk inging tegen de dominante stroming op dat moment. En die was eerder verwant met het rationalisme. Tijdens de filosofie van de middeleeuwen waren er veel filosofen die beroep deden op goddelijke openbaring. En dat werd gezien als verwant. Met um, geen beroep doen op wat de ervaring je leert. Ja, dus het is in indirecte zin is het verwant met het rationalisme. In strikte zin is het geen rationalisme, omdat goddelijke openbaring is eigenlijk een ander soort van kennisverwerving Vandaag noemen we dat nog rationalisme, nog empirisme. En dus, al, hoewel Francis Bacon uh, er de aandacht op vestigde dat. Onderzoekers, maar ook filosofen moesten uh, zich laten informeren door wat de ervaring ons leert. Is hij toch geen empirist in strikte zin te noemen? En dus Francis Bacon is eigenlijk een van de eerste grote figuren die schrijft dat zowel rationalisme als empirisme eenzijdige posities zijn. Nu, ik moet opmerken dat wanneer ik hier die woorden empirisme en rationalisme gebruik. Um, dat die in die zin niet voorkomen bij bijken. Dus hij omschrijft in feite de posities die wij vandaag door die termen um, benoemen. Dus hij zegt, zowel rationalisme als empirisme zijn eenzijdige posities. En hij geeft een nogal opvallend, uh, opvallende analogie. En daarvoor gaat hij kijken in het dierenrijk. Hij zegt, de rationalisten, dat zijn eigenlijk mensen die analoog zijn aan spinnen. Wat doen de spinnen? Wel, die produceren alles met hun eigen lijf. En dus de analogie duidt er hierop dat een spin in feite niets neemt uit de buitenwereld om de productie van het web te maken. Het web is hier analoog aan de kennis. Dus een rationalist die zegt in feite, ja, ik heb de buitenwereld niet nodig. Ik ga in een zetel zitten, ik doe mijn ogen dicht en ik produceer kennis. De empiristen daarentegen, zegt Pijken, die zijn analoog aan de mieren. De mieren, wat doen die? Wel, die kruipen de hele dag rond op zoek naar voedsel en die brengen dat naar de mierenhoop. En die nemen eigenlijk alleen wat ze in de buitenwereld kunnen vinden, nemen ze om zich te voeden. Dus hier, het voedsel dat de mier verzamelt, is eigenlijk analoog aan de informatie die een empirist uit de ervaring neemt. Nu zegt Francis Bijken, wel eh, filosofen, maar ook wetenschappers, die moeten niet zijn zoals de mieren en niet zijn zoals de spinnen, die zouden moeten zijn zoals de bijen. Waarom? Wel, de bijen. Zegt Francis Bacon, die hebben een tussenfaculteit. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, de bijen zijn in staat om iets uit de buitenwereld te halen, maar tezelfde tijd transformeren ze dat in iets nieuws en nuttigs. Dus um, als een bij honing produceert, dan is er in feite een rol voor de bij zelf weggelegd. Het is niet zoals, uit, zoals bij de spin. Dat er gewoon een web uh, uit het lijf komt bij de, uh, bij de bijen. Um, is het zo dat hij een element, het stuifmeel, uit de buitenwereld haalt. En dat transformeert in, uh, of het stuifmeel, nectar van de bloemen transformeert in honing. Een andere belangrijke persoon die we moeten vermelden is Immanuel Kant. Waarom? Wel, Immanuel Kant, kan je zeggen, heeft de raad van Francis Bacon zeer goed opgevolgd. Zijn bekendste boek, De Kritiek der Reinen Vernunft, is ook opgedragen aan Francis Bacon. Dus hij refereert aan de, verwijst naar de nieuwe wetenschappelijke methode die Francis Bacon heeft ingevoerd en die nieuwe methode slaat dus vooral op het belang dat moet worden gehecht aan de ervaring en aan de experimentele wetenschappen. Het expliciet doel van Kant in dat boek, de Kritiek der Pure Vernunft, is de tegenstelling op te heffen tussen empirisme en rationalisme. Maar ik moet zeggen dat Kant ja, die zet in feite ook een beetje dat onderscheid in scène. Dus die doet alsof er voor hem alleen radicale empiristen en radicale rationalisten waren. En dat is, zoals we gezien hebben, niet het geval, want zelfs Francis Bijken eh, vond al dat het onderscheid moest worden overstegen. Kant's definitie van de empirist gaat als volgt: een empirist dat is een filosoof die de zuivere kennis van de reden aan de ervaring ontleent en in deze definitie gebeurt er iets vreemds omdat Kant er vanuit gaat al dat er zoiets is als zuivere kennis van de reden dus het reikt een petitio principi dus hij neemt in feite al hetgeen aan wat hij wil bewijzen in zijn werk namelijk dat er zoiets is als zuivere kennis van de reden en als voorbeelden van filosofen die voor hem um, op die manier dachten, die, die het geen wat zuivere kennis van de reden is, die dat aan de ervaring ontlenen, uh, als voorbeelden geeft hij Aristoteles en Locke. We zullen op, uh, vooral op John Locke nog terugkomen. Um, rationalisten, volgens Kant, dat zijn filosofen. Die uitsluitend beroep doen op de reden en niet op de ervaring. En als voorbeeld van zulke rationalisten geeft Kant vooral Leibniz en Wolff. Is, Kant is belangrijk omdat hij die terminologie um, in feite gefixeerd heeft in de geschiedenis van de filosofie. Het is eigenlijk vanaf Kant. Dat uh, de geschiedkundigen, dus mensen die bezig zijn met geschiedenis van de filosofie, dat zij begonnen zijn met de filosofen die voor Kant kwamen rationalisten of empiristen te noemen. Dus zij waren de geschiedkundigen die na Kant de filosofie bestudeerden, die uh, waren verleid door de manier waarop Kant de zaken heeft voorgesteld. Wij moeten natuurlijk kritisch um, Kant's framing zou je kunnen zeggen bekijken en een en ander nuanceren. Bij de tijdgenoten die Kant noemt zijn eigenlijk weinig zogenaamde puur rationalistische filosofen te vinden. Ja, filosofen die werkelijk uitsluitend beroep doen op de reden. Het tekst daar. Daarbij komen waarschijnlijk, komen waarschijnlijk figuren als Descartes en Leibniz. Maar Wolf, die expliciet genoemd wordt door Kant. Het gaat om Christian Wolf, iemand die leefde in, in feite een periode voor Kant, dus voor Kant geboren werd. Die schreef een metafysica. En als je die metafysica goed leest, zie je dat Wolf daar ook beroep doet op de ervaring. En dat is eigenlijk iets heel vreemds, want de definitie die Kant um, in feite in de filosofie gebracht heeft van metafysica sluit dat uit. Ja, volgens Kant is metafysica per definitie een soort kennis die geen beroep doet op de ervaring. Maar voor Kant was het dus niet zo duidelijk. Metafysica uh, ja, dat was een soort kennis die kon ook. Um, ...evidentie uit de ervaring halen om bepaalde dingen te staven. En dat is iets wat volgens Kant niet mag. Ja. Kant is iemand die heel graag van strikte, welomleide uh, onderscheidingen houdt. Anderzijds moeten we zeggen... Uh, ...we hadden het al over uh, Francis Bacon... ...maar ook bij tijdgenoten van Kant... ...vinden we figuren die op de een of andere manier al... Rationalisme en empirisme combineren. En ik, ik geef er hier gewoon drie, ik zal er niet verder over uitweiden: Christian August Cruzius, Johann Heinrich Lambert, dat is de bekendste van de drie, en uh, Johann Nicolaus Thetens. Het verschil met Kant is dat zij niet die posities op die expliciete manier gaan benoemen. Dus zij hebben niet die framing, zou je kunnen zeggen, van kant om te zeggen: Voor mij heb je het empirisme en het rationalisme, en ik kom met iets nieuws. Ik zal de filosofie helpen om eh, dat onderscheid, dat ons eigenlijk eh, niet verder brengt, om dat onderscheid achter ons te laten. En ik breng in feite een verzoening van beide posities. In de tweede deel van onze les over empirisme en rationalisme. Zullen we het hebben over de principes van het rationalisme? Wel, de belangrijkste principes, in feite kunnen we hier tamelijk kort zijn, de belangrijkste principes van het rationalisme zijn de volgende. Een eerste principe eh, zegt dat wij de mogelijkheid hebben om puur rationeel inzicht te verkrijgen. Een tweede principe zegt dat wij over aangeboren kennis beschikken. Een derde principe zegt dat de, de zuivere reden, wat de zuivere reden ons leert, dat dat een grotere betrouwbaarheid heeft dan wat de ervaring ons leert. Nu, we zullen nog terugkomen uh, op het een beetje meer in detail op die principes, um, maar Laten we beginnen met het eerste principe, de mogelijkheid van puur rationeel inzicht. We moeten ook zeggen dat een rationalist niet noodzakelijk al deze principes aanhangt. Dus het kan zijn, je kunt rationalist genoemd worden omdat je bijvoorbeeld gelooft in aangeboren kennis. Het meest belangrijke criterium is wel de mogelijkheid van puur rationeel inzicht. Dus het eerste. Daar gaan we nu even dieper op in. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Puur rationeel inzicht. Wel, die stelling dat we over puur rationeel inzicht beschikken, betekent dat we bepaalde dingen begrijpen zonder dat we daarvoor beroep moeten doen op zintuiglijke ervaringen. En dat is in feite zoals ik daarnet zei, je kunt je in de zetel zetten, je ogen sluiten, en je sluit je in feite af van de wereld buiten je en je zegt wel, ik zal nu eens uh, aan filosofie doen. Vandaag de dag hebben we nog altijd een equivalent daarvan, namelijk armchair filosofie. Dus dat is in feite een filosofie um, die expliciet, een soort filosofie die expliciet die zetel vernoemt waarin je gaat zitten uh, om aan filosofie te doen. Dus je vertrouwt op het eigen denken en je meent dat je om. Je uh, filosofie op te bouwen dat je geen beroep moet doen op de buitenwereld. Nu, van waar komt in feite die vreemde opvatting dat zoiets mogelijk is, en zeker dat zoiets ook in filosofie zou mogelijk zijn, dat komt in feite uit onze, um, ja, onze perceptie van hoe dingen gaan in de wiskunde. Als we een, een som maken 1 plus 1 is 2, dan lijkt het erop dat we um, dat kunnen vinden, de uitkomst van die som, als we gewoon nadenken. We moeten daarvoor niet uh, naar de buitenwereld kijken. Um, iets anders is dat bijvoorbeeld in de geometrie, dat we daar met figuren werken die eigenlijk idealen zijn. Een driehoek die in de geometrie voorkomt, die komt. Als die ideale vorm nergens voor ter wereld. Ja, dus we gaan ervan uit dat we denken op basis van objecten, geometrische objecten, die nergens in de wereld voorkomen. En zoals iedereen weet, zijn we op basis van die ideële figuren, dus niet werkelijk bestaande figuren, zijn we in staat om aan geometrische theorie, theorievorming te doen. We kunnen bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras uh, afleiden en we kunnen aan geometrische constructies doen. Um, je zou kunnen zeggen, ja, maar dan doe je dat toch op een plat papier, dus dan ga je toch iets van de ervaring gebruiken. Maar als je er dieper over nadenkt, lijkt het geen absolute voorwaarde te zijn. Ja, je kunt ook je ogen sluiten en denken aan een driehoek. En als je heel goed bent in geometrie, dan zul je erin slagen om ook die constructies te doen zonder de hulp van een blad papier. Sommige filosofen zijn van mening dat dergelijk puur rationeel inzicht ook vanzelfsprekend is als het gaat om ethische voorschriften. Ja, daar kunnen we denken aan heel uh, gangbare uh, intuïties, morele intuïties. Bijvoorbeeld dat ik niemand anders mag doden. Um, het lijkt erop dat wij dat allemaal op een evidente manier weten. Um, dat wij weten ook dat wij moeten goede mensen zijn in moreel opzicht. Um, dat wij dat niet uitsluitend uit de ervaring hebben of uit de opvoeding. Dus dat is iets wat filosofen, eh, ook zo, zoals Kant, hebben dat ook verdedigd, dat we in onszelf in feite een morele wet aantreffen. En die morele wet is geldig, ook al zou er in de wereld nog nooit één enkele eh, ethisch goede handeling gesteld zijn. Ja, dus is onafhankelijk, kennis die onafhankelijk is van wat er effectief in de wereld gebeurt. Waar misschien alle handelingen geleid zijn door. Um, egoïstische interesses. Aangeboren kennis, dus het tweede principe van uh, rationalisten, wel, dat is een, een kwestie die vandaag misschien iets minder actueel is, maar in de tijd, uh, dus in, in de moderniteit, de moderne wijsbegeerte, um, werd het uh, vaak besproken door filosofen. De vraag of wij aangeboren kennis hebben, um, is in feite een strijdvraag tussen empiristen en rationalisten. Um, de empiristen zullen zeggen: nee, dat is niet het geval. De rationalisten hebben dit als principe en stellen dat er bepaalde kennis is die aangeboren is en die dus de facto niet uit de ervaring komt. Pas geboren heeft die ervaring nog niet. We kunnen daar een onderscheid maken tussen aangeboren begrippen en aangeboren waarheden. Dus je zou kunnen zeggen, begrippen zijn eigenlijk um, op zichzelf staande concepten, terwijl aangeboren waarheden zijn, zou kunnen zeggen, zijn oordelen die waar zijn. Als we het hebben over aangeboren begrippen, wel, dan hebben we het meestal over categorieën. En wat zijn categorieën? Wel, categorieën zijn begrippen die volgens de rationalisten zo fundamenteel zijn dat ze in feite op de een of andere manier in ons verstand zitten, ingebakken. En wij kunnen zonder die categorieën niet, nog niet eens beginnen aan een project van uh, kennisopbouw. Um, Aristoteles had al een aantal categorieën, maar het is vooral Kant, nogmaals, die... Um, die bekend geworden is met zijn zogenaamde tafel met twaalf categorieën. Eh, hoewel Kant dus, zoals we gezien hebben, geen eh, pure rationalist is, eh, houdt hij natuurlijk die invalshoek van de rationalisten. Voorbeelden van zulke begrippen zijn het begrip substantie, het begrip um, alle. Um, dus je, je kunt daar verschillende onderverdelingen maken. Nogmaals, het bekendste zijn de onderverdelingen die Kant gemaakt heeft tussen kwantiteit, eh, kwaliteit, relatie en modaliteit. Dus Bijvoorbeeld het, wat betreft de modaliteit, zal Kant zeggen, het oordeel dat iets noodzakelijk is, wel, dat is eigenlijk een verband tussen het verstand en iets buiten ons, eh, dat vastgelegd wordt door het begrip dat in ons verstand aanwezig is. Aangeboren begrippen kunnen naast categorieën ook begrippen zijn van geometrische figuren. Dus we kunnen hier nogmaals refereren aan het uh, begrip driehoek. Het is een, ja, volgens sommige filosofen, moet het op de een of andere manier aangeboren zijn aangezien het nergens voorkomt. Dus een ideale driehoek, een ideaal vierkant kunnen we nergens uh, ter wereld vinden. En dus moet het op de een of andere manier al in ons aanwezig zijn. Een ander bekend voorbeeld is het begrip God. En dat is heel belangrijk bij, uh, je zou kunnen zeggen, de rationalist bij uitstek, René Descartes. Um, die zei dat wij het begrip van God, dat dat bij onze geboorte op de een of andere manier ingeplant zit in ons. En um, hoe. Um, hoe beargumenteerde Descartes dit? Wel, hij zei: als wij nadenken over God, dan vinden we bepaalde eigenschappen. Zoals oneindigheid, ja, oneindige goedheid, alwetendheid. Wel, dat zijn allemaal eigenschappen die wij ook nergens in de wereld aantreffen. En dus wij zouden op geen enkele manier, als we beroep doen op ervaring, zouden we op geen enkele manier uh, in staat zijn om die begrippen uh, te bouwen. Die begrippen moeten dus uh, komen, voortkomen uit het feit dat het begrip God al in ons aanwezig is. Ja, daarnaast zijn er aangeboren waarheden, volgens de rationalist, en het meest evidente uh, om naar te verwijzen zijn de logische, de zogenaamde logische Waarheden. Um, dat zijn de logische wetten. En ik verwijs hier even naar het principe van non-contradictie, dus P of niet P, waar, waarvan je hier de symbolische uitdrukking ziet. En dat principe um, ja, is zo belangrijk, zullen de filosofen zeggen, de rationalisten, voor het functioneren van ons verstand, ja, dat het. Um, dat het er al moet inzitten. Dus ons verstand kan eigenlijk niet functioneren als iets terzelfde tijd iets en ook niets kan zijn. Een tegenwerping van empiristen hier zou kunnen zijn ja, maar in de natuur komt dat ook niet voor. Maar dat is iets waar we vandaag niet op ingaan. Dat is iets om over na te denken. Een derde principe uh, van het rationalisme... Dat is dat rationalisten de betrouwbaarheid van de reden veel hoger inschatten dan de betrouwbaarheid van de ervaring. En um, ja, iedereen kent wel de perceptuele of visuele illusies, die je um, hebt ja, op Facebook of wat dan ook, krijg je soms figuren en daar heb je optische illusies. Um, je hebt ook de bekende stok die je in het water steekt en die lijkt gebogen als je die bekijkt, maar als je die eruit haalt uit het water, dan blijkt die recht te zijn. En die visuele illusies of optische illusies, die zijn voor de rationalisten een reden om te zeggen, zie je wel, de ervaring, die, daar kunnen we niet op vertrouwen. Dus alleen wat we met zekerheid kunnen stellen, uh, wat we met de reden met zekerheid kunnen stellen, is echte kennis volgens de rationalisten. Wat we uit de ervaring halen, is nooit helemaal zeker. Een voorbeeld hier, en dat is misschien het prototype van uh, de rationalist in de antieke wijsbegeerte. Uh, Plato zegt wel, via de reden kennen we de onveranderlijke, eeuwige en volmaakte vorm van de dingen. En via de zintuigen nemen we slechts een kopie daarvan waar. En die kopie is veranderlijk, is slechts tijdelijk en is onvolmaakt. En ja, dat is een vreemd model. Dat is, een beetje, uh, ja, dat is iets dat niet zo dicht bij ons staat in de zekere zin. Plato zal zeggen wel, je hebt voor uh, rechtvaardigheid, het begrip rechtvaardigheid, heb je een idee. En de idee-rechtvaardigheid. Ja, dat is iets wat we niet in de ervaring aantreffen. Dat is iets dat op de een of andere manier uh, uit het leven dat onze ziel had voor wij geboren werden. Dat is een, een indruk die de ziel dan heeft opgedaan. Een, een, een indruk die de ziel heeft opgedaan is natuurlijk geen ervaring. Het is iets, um, een aanschouwen, een intellectueel aanschouwen. En dat geldt niet alleen voor um, die meer abstracte begrippen als rechtvaardigheid. Maar ook voor een stoel bijvoorbeeld. Ja, het idee-stoel of de idee-stoel. Die hebben wij leren kennen voor we geboren waren toen onze ziel um, eigenlijk de ideeënwereld en de ideeënwereld vertoefde en um, de idee-stoel kon aanschouwen. Wat we in onze zintuigelijke wereld aantreffen. Dat zijn allemaal onvolmaakte en veranderlijke kopieën. Ja, een stoel die kan kapot gaan als je erop zit enzovoort. Het andere uh, prototype van, de, van het rationalisme in de vroegmoderne wijsbegeerte is René Descartes. En die stelt, wat we a priori weten is zeker wat we weten op basis van zijn tuigelijke ervaring. Dat is nooit helemaal zeker. En dus Descartes zegt, we moeten met ons verstand een zekere basis kunnen creëren voor ons weten. En dat, die basis vindt hij, zoals sommigen onder jullie misschien zullen weten, uh, in het principe, um, ik denk, uh, als ik denk, dan moet ik ook zijn. Dus uh, ik denk dus ik ben. Ego cogito, ego existo. Het derde deel van deze les moeten we uh, wijden aan de principes van het empirisme. En dit derde deel zal korter zijn. Waarom? Wel, het empirisme hanteert in feite maar één fundamenteel principe. Wat is dat principe? Dus heel eenvoudig. Het zegt dat kennis kan alleen worden verkregen door ervaring. We kunnen denken: wat zijn nu de gevolgen van dit principe? Wel, dat betekent: alle kennis is a posteriori. Het onderscheid tussen a priori en a posteriori daar moeten we misschien even op ingaan. A priori wil zeggen um, dat het onafhankelijk, dat kennis onafhankelijk van de ervaring, is tot stand gekomen. A posteriori wil zeggen dat ze op basis van de ervaring is tot stand gekomen. Normaal gezien is dat onderscheid verbonden met, als het gaat om kennis met enerzijds analytische oordelen die a priori zijn en synthetische oordelen die a posteriori zijn. Nogmaals, daar heeft Kant uh, weer een, een beetje keet geschopt, zou je kunnen zeggen, en die was de eerste die stelde, ja maar er is ook zoiets als synthetische kennis. Uh, a priori. En dat was dus iets nieuws, een soort nieuwe kennis die hij invoerde. Um, maar daar gaan we vandaag niet verder op in. Het is ook niet zo belangrijk voor het um, onderscheid tussen empirisme en rationalisme. Een ander gevolg is nogal evident. Ja, er bestaat geen aangeboren kennis, aangezien een pasgeborene nog niet de ervaring heeft die hem of haar moet helpen om kennis op te bouwen. Dus in feite het principe van het empirisme is heel eenvoudig. Als er al kennis is, dan is die verkregen door ervaring. En ik formuleer dit principe nu op die bepaalde manier. Waarom? Omdat het principe van de empirist niet uitsluit dat die empirist van mening kan zijn dat de ervaring ons geen kennis kan verschaffen. Dus het principe is heel minimaal. Het zegt als er kennis is, als wij over echte kennis beschikken, dan kan die alleen worden verkregen door ervaring. Maar je hebt empiristen die ja, door na te denken over het principe tot de conclusie komen: wel, eigenlijk hebben we geen kennis, want uh, er kan alleen kennis worden verkregen door ervaring, uit principe. Maar dat is voor ons mensen niet mogelijk dus wij kunnen alleen schijnkennis opdoen door ervaring, dat is geen echte kennis. In dat geval zal de empirist besluiten, wel dan beschikken we alleen over ingebeelde kennis. En dat wil niet zeggen dat die persoon geen empirist is. Dus dat is een empirist die tot de conclusie komt dat we moeten sceptisch blijven over het bezitten van kennis, van echte kennis. En dus empirisme en scepticisme is in, in die strekking dan ook verwant. In het vierde deel van onze les zullen we een aantal voorbeelden bespreken van hoe we kennis kunnen verkrijgen. En natuurlijk uh, gaan we eerst het prototype van het rationalisme bespreken. We hebben het er al even over gehad, over Plato en over diens ideeënleer. Voor onze geboorte, zegt Plato, ik kan hier tamelijk kort zijn, we hebben het al een beetje behandeld, voor onze geboorte vertoefde onze onsterfelijke ziel in de ideeënwereld. En in die ideeënwereld heeft onze ziel de meest volmaakte vorm van kennis kunnen opdoen. Welke kennis is dat? Wel volgens Plato is dat de kennis van de ideeën. Wanneer we echter geboren worden zegt Plato, zijn we die kennis eigenlijk vergeten. We moeten moeite doen om terug die kennis te bereiken. En lukt dat? Ja, dat kan lukken. Waarom? Omdat die kennis een spoor heeft nagelaten in ons. Dus die is diep in ons, is de kennis die onze ziel voor onze geboorte heeft kunnen opdoen, de dingen die onze ziel heeft kunnen aanschouwen, die is diep in ons nog aanwezig. We moeten dus op de een of andere manier zorgen dat we die kennis kunnen terugvinden in onszelf. En Plato ziet daar uh, eigenlijk twee methodes voor, maar die methodes zijn niet van elkaar los te koppelen. Een eerste methode wordt de dialectiek genoemd. En die methode heeft Plato ook in zijn filosofisch werk uh, verwezenlijkt. Namelijk, het werk van Plato bestaat uit dialogen. Dialogen tussen Socrates, die de leermeester was van Plato, en leerlingen van hem. En um, in de dialectiek wordt er dus een vraag-en-antwoordspel gevoerd, dat moet leiden tot het vinden van de precieze inhoud van de begrippen die we gebruiken. Ik gaf in het vorige deel al het voorbeeld van het begrip rechtvaardigheid. Wel, je vindt bij Plato een dialoog waarin Socrates het zal hebben over het begrip rechtvaardigheid, en waarin hij zal proberen aan de hand van gerichte vragen de juiste betekenis terug te vinden van het woord rechtvaardigheid. Het betekent dus dat we door dat vraaggesprek op zoek gaan naar de idee-rechtvaardigheid de idee die diep in ons nog aanwezig is die in onze ziel kan worden teruggevonden omdat onze ziel voor onze geboorte de idee rechtvaardigheid heeft mogen aanschouwen dus verwant met het vraaggesprek of het doel van het vraaggesprek is eigenlijk het uitvoeren van de anamnese anamnese dat is de herinnering en het is niet alleen de herinnering van de ideeën, maar het is ook herinnering van ons vermogen om noodzakelijke en universele principes te kennen. Dus we mogen, eh, moeten niet alleen die ideeën herinneren, maar we moeten ons ook terug herinneren dat we wel degelijk in staat zijn om universele kennis te bereiken. Iets waarover we natuurlijk zouden kunnen twijfelen, aangezien we die ideeën vergeten zijn. Verwant met uh, Plato's ideeënleer of een, een analogie die, die Plato geeft, is de bekende uh, allegorie van de grot. Dus wij zitten nu eigenlijk in grotten en kijken naar een scherm waarop kopieën worden geprojecteerd. Je zou kunnen refereren aan het verschil tussen cinema of een video en de echte wereld dus wat we zien op het scherm is slechts een kopie, terwijl de ziel in feite de echte um, de ideeën in een werkelijke vorm noodzakelijke en eeuwige vorm heeft kunnen aanschouwen. In uh, de dialoog Meno um, zal Plato een experiment doen met de slaaf van Meno. Dus Meno was een rijke man in het oude Griekenland. En Plato uh, begint, uh, dus schrijft die dialoog uit en voert Socrates op, zoals het in bijna alle dialogen gebeurt, als um, de leidende filosoof die in feite het vraaggesprek ertoe er zal brengen om, um, om de, de toehoorders, degenen die aan het gesprek deelnemen, tot de waarheid te brengen. Geef het begin hier van het gesprek. Daar zegt Socrates: Wel, Zeg mij, slaaf, weet jij dat een vierkant er zo uitziet? En het gaat nu in eerste instantie eigenlijk alleen over het vierkant. Je uh, zou kunnen zeggen het vierkant linksboven, LNDC. in DC. Een slaaf zegt: ja, ik weet dat. Een vierkant ziet er inderdaad zo uit. Dan vraagt Socrates: is dan een vierkant met al deze zijden gelijk? vier zijden in totaal, dus hier zie je dat is het vertaling van het oud-Grieks, dat klinkt een beetje archaïs. Dus wat Socrates bedoelt, is zo'n vierkant, heeft dat vier gelijke zijden? De slaaf zegt ja, zeker. En dan vraagt Socrates, heeft een vierkant niet ook deze gelijke zijden door het midden? En dus daar kan je um, denken aan DN en LC. LC is hier niet getekend. Dus dat zijn de twee diagonalen. De slaaf zegt ja, ook een, vierkant, een vierkant heeft ook die twee gelijke lijnen, die diagonalen. En dan vraagt Socrates, zou zo'n figuur niet eventueel ook groter en kleiner kunnen zijn? De slaaf zegt ja, akkoord, dat kan. En hoe gaat dit gesprek eigenlijk verder? Um, dat uh, kan je niet, niet volgen hier in, uh, in schrift, ik zal het vertellen. Um, waar Socrates de slaaf wil toebrengen, is dat hij inziet um, op welke manier een vierkant kan worden gemaakt waarvan de oppervlakte twee maal zo groot is als het oorspronkelijke vierkant. En dus eerst, in eerste instantie, zegt de slaaf: Wel, we moeten de zijden verdubbelen. Ja, we moeten de zijden dubbel zo lang maken. Dus je hebt dan lk en la. En dan verdeelt Socrates in feite dat grotere vierkant in vier delen, waardoor dat de slaaf ziet, ja, maar het bevat in feite viermaal het oorspronkelijke vierkant. En um, Socrates zegt, als de zijde de oorspronkelijke zijde 2 is, dan zeg jij, nu moet de zijde om het te verdubbelen, moet vier zijn, maar dan. Komen we tot op een oppervlakte van 16, terwijl de oorspronkelijke oppervlakte slechts 4 was. En de slaaf ja, ziet dat in en zegt dan triomfantelijk: wel, dan moet het 3 zijn. En ja, dat is heel dicht bij de oplossing. Um, de diagonaal van het oorspronkelijke vierkant, ik denk, is ongeveer 2,73 afgerond. Um, als de zijde van het oorspronkelijke vierkant 2 is. Maar het gaat niet om het exacte cijfer. Het gaat erom dat Socrates, de slaaf, kan tonen dat kijk, als je die diagonalen, um, als je daar een nieuw vierkant van maakt, dan passen daar vier keer, daar vier keer de helft in van het oorspronkelijke vierkant. En de Socrates vraagt een paar keer aan, uh, aan Meno, ja, wat vind je nu? Vind je nu dat ik in feite die kennis, hem die kennis geef? Of leidt hij het zelf af uit de, de manier waarop dat hij de vraag voorgeschoteld krijgt? En um, het is eigenlijk een, vreemde, een vreemd gesprek, omdat je inderdaad zou kunnen denken: ja, maar eigenlijk geeft Socrates toch alle elementen aan. Dus komt het eigenlijk niet, is het niet een eenvoudig leerproces. Maar Plato die beweert dat hij in feite gewoon. Uh, het de slaaf gemakkelijk maakt om de kennis die diep in hem al aanwezig zit, om die tevoorschijn te brengen. Dus het is zo, hij geeft nooit letterlijk het antwoord op de vragen, maar hij helpt in feite de slaaf om de juiste antwoorden te geven. En aangezien dat de slaaf die nooit enige uh, ja, vorm van onderwijs heeft genoten, aangezien dat die slaaf in staat is om tot het juiste antwoord te komen, eh, zal Plato besluiten: wel, kijk, um, dat is in feite de manier waarop we door die dialectiek, door het gesprek, kunnen um, dieper gaan in uh, onze oppervlakkige, vertrekkende van de oppervlakkige kennis en dat we kunnen de ideale kennis, de onveranderlijke waarheden, dat we die kunnen terugvinden. Nu moeten we ook nog een prototype van het empirisme bespreken, en daarvoor zou ik graag verwijzen naar John Locke. John Locke en de tabula rasa. Wat wil dat zeggen? Tabula rasa? Dat wil eigenlijk zeggen een on, ja, on-ingekarft uh, kleitablet. Wij zouden zeggen een onbeschreven blad wit papier. En dus John Locke die verdedigt de opvatting dat wij geboren worden als zo'n onbeschreven kleitablet. Ze is dus in feite een blad papier zonder enige vorm van informatie of kennis. In de loop van ons leven, ja, dan doen we meer, steeds meer indrukken op. Indrukken van de buitenwereld. En dus die indrukken komen... Het woord indruk komt ook van hetgeen eigenlijk in, het, in de zachte klei werd gebracht. Dus het is... Iets dat er van buiten wordt uh, ingekerfd of ingeperst. Via de zintuigen be bereiken die indrukken die we vanuit de buitenwereld opdoen, bereiken die indrukken onze hersenen. En daar worden de indrukken opgeslaan. En op die manier nogmaals, het model van het empirisme is het meest eenvoudige model. Op die manier stamt alle kennis uit een leerproces dat gebaseerd is op de indrukken die we via de ervaring opdoen. Ook John Locke um, deed eigenlijk beroep op een soort van experiment. Al was het in eerste instantie een gedachtenexperiment. Um, een zekere Molineux schreef uh, aan John Locke een brief en die zei: stel nu dat er Iemand blind geboren wordt en die kan op de tast onderscheiden tussen een kubus en een, uh, ja, een uh, bol ja, of een kogelvorm. En stel nu dat we op de een of andere manier erin slagen om die plots te doen zien, denk jij dan werkelijk ook? Dat die persoon niet in staat zou zijn om te zeggen op basis van hetgeen hij waarneemt, dat is, um, dat is hetgeen ik altijd heb gevoeld als um, bol, en dat is hetgeen ik altijd als kubus heb gevoeld. En Locke, die is heel, heel extreem in zijn uh, empirisme, die zou zeggen: Ja. Maar die visuele ervaring uh, heeft die persoon nog niet opgedaan. Dus die zal dat niet kunnen. Die zal niet kunnen zeggen op basis van de, van de tactiele, van de tastervaring die hij wel heeft, hij zal daar niet kunnen uit afleiden wat er in de visuele perceptie een, uh, een, een uh, ronde vorm is en een kubusvorm. En voor veel mensen was dat uh, een tamelijk ongelooflijk antwoord, maar het geluk of het ongeluk, zo zou ik kunnen zeggen, wilde na, na een aantal jaar uh, dat uh, William Cheseldon in Groot-Brittannië, dat hij effectief zo'n geval had. Dus er was iemand ja, die met een zeer sterke vorm van cataract geboren was en die eigenlijk alleen kon onderscheiden tussen nacht en dag. Dus die kon alleen zien, ja. Nu is het dag, want het is klaar, nu is het nacht. Voor de rest kon die niets zien. Die werd geopereerd. En die operatie was in, was in die mate succesvol dat hij effectief kon zien. En Cheselden, die wist van dat gedachte-experiment, die dacht wel, ik ga dat testen. En dus vanaf het ogenblik dat die uh, jongen kon zien, uh, had hij ervoor gezorgd dat daar een kubus was en een bol? En uh, hij vroeg: wat is de kubus en wat is de bol? En effectief, de jongen kon er niet op antwoorden. Dus het bleek dat die jongen, ja, op de een of andere manier, uh, wij kunnen ons het niet voorstellen, maar um, de, het begrip afstand had nog geen betekenis. En dus. Uh, Locke werd eigenlijk nadien bevestigd in, in zijn vermoeden. Wel, we moeten dat aanleren. Dus ook hetgeen wij afleiden uit wat we waarnemen is een leerproces. En dus, dat, dat mag gezien worden als een uh, relatieve overwinning voor het empirisme. We zullen het laatste deel van deze les aanvangen, en dat is eigenlijk een slotdeel. Waarin ik enkele opmerkingen zou willen maken uh, over empirisme en rationalisme. Een eerste uh, opmerking die we moeten maken is dat het onderscheid tussen empirisme en rationalisme geen uitputtend onderscheid is. Wat wil dat zeggen? Wel, we kunnen ons nog andere mogelijke manieren voorstellen om kennis te verwerven. En ik heb het daar al kort over gehad toen ik sprak over de middeleeuwse filosofen die vaak een beroep deden op de goddelijke openbaring. Dus die dachten de werkelijke kennis die, is eigenlijk, die zit eigenlijk al vervat in bijvoorbeeld de Bijbel. Maar... Um, in strikte zin is het ander, een ander type van kennisverwerving dan hetgeen we besproken hebben eh, volgens eh, empirisme en rationalisme. Een tweede opmerking eh, is dat beide posities toch met bepaalde problemen te maken krijgen. Het probleem van het radicaal rationalisme is in feite dat er geen echte evolutie mogelijk is in de kennis die we hebben. Ehm. Um, laat, ons, laat ons eerst daar iets meer over zeggen. Het is zo dat het empirisme eigenlijk vooral opkwam in de moderne tijd, wanneer ook de experimentele wetenschappen opkwamen. En we kunnen zeggen dat het succes van de experimentele wetenschappen juist daaraan te danken was dat ze durfden de rationalistische opvattingen achter zich te laten. En dus de wetenschappers hebben succes geboekt juist daardoor dat ze eigenlijk de buitenwereld bepaalde vragen gingen stellen in de vorm van experimenten. Ze dwongen in feite uh, de natuur um, te antwoorden op vragen die ze zelf stelden. En die methode is zeer succesvol gebleken. Een rationalist zou in feite moeten uh, kunnen volhouden dat dat niet echt de vooruitgang is, maar dat dat bijvoorbeeld, zoals Plato, dat die wetenschappers er uh, op een bepaalde manier in geslaagd zijn om zich de juiste, um, de juiste toestand van de natuur te herinneren. Um, maar dat is totaal niet overtuigend. Dus rationalisten, eh, die, zal, die zullen dan ook um, ja, het grotendeel, voor een deel vasthouden aan de stelling dat alleen de redelijke kennis ware kennis is. Maar dat betekent dat in een, een gans gebied van de kennis, en vooral uh, de wetenschappelijke kennis, die zoveel vooruitgang heeft geboekt, dat je die kennis moet um, als niet-echte kennis benoemen. En dat is toch een, een heel slecht punt, zou je kunnen zeggen, van het rationalisme. Een probleem voor het empirisme is een beetje een. Uh, ja, is een beetje een typisch filosofisch probleem. Namelijk, als je erover nadenkt, zit er eigenlijk een cirkelredenering in de manier waarop dat de empiristen hun principe formuleren. Dus wat zeggen de empiristen? Kennis kan alleen tot stand komen door een beroep te doen op ervaring. En dus je hebt snuggere filosofen die gezegd hebben: ja, maar wacht eens. Dat principe zelf, waar treffen we dat eigenlijk aan? Ja. En het blijkt, wij kunnen eigenlijk niet uh, naar de buitenwereld gaan kijken om daar een indruk op te doen van het principe van het radicaal empirisme. Dus het is eigenlijk een beetje grappig, het hoofdprincipe van het empirisme voldoet zelf niet aan de voorwaarden die het formuleert. Ja, het principe dat alle kennis moet gebaseerd zijn op ervaring is zelf niet iets wat we kunnen afleiden uit ervaring. En dat is dus een tegenwerping die uh, mensen die meer rationalistisch georiënteerd zijn of die geen strikt empirisme hanteren, uh, een tegenwerping die die mensen kunnen maken. Een vierde opmerking um, bestaat eruit. Dat we moeten onderkennen dat het onderscheid tussen empirisme en rationalisme geen exclusieve disjunctie vormt. Wat wil dat zeggen? Dat zijn dure woorden. Dat wil gewoon zeggen dat je um, als je um, twee verzamelingen hebt, empiristen en rationalisten, dat die twee verzamelingen niet helemaal um, geïsoleerd van elkaar staan. Ja, er is in feite, je zou kunnen zeggen, een doorsnede als je denkt aan de venn diagrammen die we allemaal uh, in de middelbare school hebben gezien. En ja, die doorsnede um, het, is geen, het is geen volmaakte analogie om naar een venn diagram te verwijzen. Wat wil, wat wil ik hier gewoon zeggen, is dat je kunt in feite een beetje beslissen. ik ben op dit, op dit gebied ben ik empirist en op dat gebied ben ik eerder rationalist. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, wel, wat betreft de wiskunde, is het voor mij duidelijk dat dat een rationalistische vorm van kennis is. Een kennis die in feite ontstaat gewoon door beroep te doen op ons verstand. Andere kennis, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld de fysica. Uh, wel, voor mij is het duidelijk dat die moet beroep doen op de ervaring en die moet experimentele fysica zijn om, uh, om de grondslagen uh, vast te leggen. Dus de belangrijkste principes van de fysica, of nog duidelijker misschien de cosmologie, ja, de grondprincipes van de theorieën, cosmologische theorieën, die moeten toch afgeleid zijn uit um, waarnemingen van het universum experimenten die we doen om informatie te halen uit de kosmos. Je kunt dan ook een theorie hebben uh, die niet opgedeeld is volgens kennisdomeinen, dus niet zeggen daar ben ik uh, wiskunde rationalist, fysica uh, empirist, maar je kunt over de kennis in het algemeen zeggen wel die bestaat zowel uit empirische input als rationele structuren die op de een of andere manier voorgegeven zijn. En daar komen we weer bij het voorbeeld van Kant, die aan de ene kant de kritiek der aingen vernoemt, begint met te zeggen: alle kennis die start in feite met ervaring. Zonder ervaring is er gewoon geen kennis. Maar anderzijds is het ook een noodzakelijke voorwaarde als we kennis willen hebben dat er bepaalde structuren in ons aanwezig zijn, structuren van ons denken, um, vooral bij kant die, um, die zullen zorgen dat we effectief in staat zijn om kennisoordelen te bouwen. Dus zonder de twaalf categorieën en zonder bepaalde ja, grondwetten, zou je kunnen zeggen, principes van het pure verstand, um, zijn wij niet in staat om uh, kennis op te bouwen. dan zou je kunnen de vraag stellen, en dat is de vijfde opmerking waarmee ik de les afsluit, uh, is het onderscheid vandaag eigenlijk nog belangrijk? Wel, we hebben gezien dat figuren zoals Francis Bacon en dan expliciet vooral Kant het onderscheid in de filosofie al achter zich hebben gelaten. En ik uh, moet zeggen, in de filosofie tenminste, hebben de radicale vormen van beide posities eigenlijk geen geloofwaardige um, aanhangers? Dus um, er zijn geen grote filosofen die de radicale vormen van empirisme en rationalisme vandaag verdedigen. Natuurlijk gaat het dan wel nog, als de vraag gesteld wordt, om een verschil in het leggen van accenten. En je kunt dus wel. Empirist zijn, maar natuurlijk ook de evolutieleer van Darwin uh, erkennen en ook bijvoorbeeld de, de, um, de kennis die bestaat over het DNA, dus een genetische code die in ons aanwezig is en die wel degelijk ook bepaalde dingen zal vastleggen wat, be wat betreft talenten. Um, wat betreft uh, intelligentiequotient, het zijn allemaal factoren die, um, ja, je zou kunnen zeggen, in onze dispositie, dus in, ons, in um, de manier waarop we um, als mens gemaakt zijn, een invloed zullen uitoefenen op onze uh, vaardigheid om kennis al dan niet te verwerven. Wat niet wil zeggen dat. Natuurlijk, het empirisme nog steeds, als stel ja, maar alle input moet van de buitenwereld komen. Je zou kunnen het onderscheid maken, en dat is wat traditioneel ook gedaan wordt, tussen inhoud en vorm, materie en vorm. De materie van de kennis, zullen, zullen die empiristen zeggen, wel, die moet van de buitenwereld komen, maar er is niemand vandaag gedacht die zegt, er is geen enkele vorm, geen enkel vormelijk aspect aanwezig bij de geboorte en dus daar uh, ik had dat aangekondigd wil ik nog een kleine voetnoot maken bij het experiment um, van molyneux dus met de blind geboren jonge man. Men heeft in de 20e eeuw heeft men eigenlijk dat experiment ook opnieuw kunnen doen. Um, natuurlijk zijn er ja zijn de methodes om in te grijpen veel beter geworden en uh, het is inderdaad zo dat in eerste instantie blijkbaar de persoon ja, zodanig overweldigd is door uh, die ervaring van te kunnen zien, dat die moeilijkheden hebben om te zeggen dat is, um, dat is de kubus en dat is de bol die ik vroeger kon onderscheiden gewoon door, door eraan te voelen. Dus uh, het lijkt alsof die dingen uh, voor hen geprojecteerd zijn, dat die in hun ogen aanwezig zijn, ja. En um, men heeft vastgesteld dat, eigenlijk na relatief korte tijd, dat die toch in staat zijn om dat onderscheid te maken. Um, ja, hoe dat nu relevant is, je kunt dan altijd argumenteren. Ja, maar waarschijnlijk is dat een heel kort leerproces. Maar het gaat zodanig snel dat de meeste wetenschappers het erover eens zijn dat er een aanleg ook aanwezig is in de hersenen om afstanden in te schatten. Alleen moet die worden geactiveerd en dat duurt een tijdje. Ja, maar mocht er geen zo'n aanleg zijn, dan is in feite de, de duur tussen um, het kunnen zien en het kunnen visueel onderscheiden tussen de bol en de kubus, dan is die duur eigenlijk te kort om dat van helemaal van nul te leren. Um, het rationalisme, radicaal rationalisme, ja, heeft dat eigenlijk nog een belang vandaag? Ik denk eigenlijk nog minder dan het radicaal empirisme. Misschien zijn er nog uh, mensen te vinden die zeggen: ja, maar nee, uh, alles is aangeleerd. Um, en dan kan je ingewikkelde redeneringen voeren over wat eigenlijk DNA betekent, uh, wat de evolutieleer betekent. Maar dan verval je een beetje in semantische discussies. Het rationalisme, daarentegen, extreem rationalisme. Ja, dat, uh, ik denk niet dat er serieuze uh, filosofen zijn die dat verdedigen. Um, iedereen onderkent het belang voor, het, de, voor het, uh, het project van kennis te verwerven. Iedereen onderkent vandaag het belang van uh, de ervaring. Dus de wetenschappen, um, in de empirische wetenschappen is het eigenlijk uitgesloten. Je hebt daarentegen wel uh, rationalistische uh, theorieën. Over wiskundige kennis en um, ook nog op het gebied van de moraliteit of morele theorieën, de ethiek, zijn er filosofen die verdedigen dat er um, wat, wat wij um, menen te hebben als rationele principes, um, ja, dat dat zo evident is dat dat iets is dat eigenlijk in ons zit. Dus het is... Um, het is niet altijd als ze zeggen het is aangeboren, maar het is iets dat um, in ons verstand, van zodra ons verstand actief wordt, um, wordt, worden ook die principes op de een of andere manier geactiveerd. En het is dus niet uitsluitend omdat de ouders aan het kind leren van ja, je mag je broertje niet slaan of je mag dat of dat niet. Um, ja, die, die filosofen menen het is zo um, evident en dat het. Eigenlijk moet aanwezig zijn. We, we twijfelen er nooit aan. En het is zekere kennis, ja, dat je niemand mag doden, is zo'n um, overweldigend moreel principe ja, dat er, er is eigenlijk geen manier waarop dat je daarop, daaraan zou kunnen twijfelen. Wel, met die uh, opmerkingen die een beetje verder moeten voeren, dus die geven voer voor een een beetje verder nadenken over het onderscheid en over het belang ervan. Met die opmerkingen wil ik graag de les van vandaag afsluiten. Ik dank jullie natuurlijk allemaal voor jullie aandacht en hoop dat jullie allemaal heel veel belangrijke dingen hebben bijgeleerd. Dank u wel.